Wie is van ons het minst heel geweest? Oh, ik durf niet meer. Vier spelers worden overgeleverd aan 6 knettergekke straffen. Wie maakt het minste geluid en ontloopt daarmee de eindstraf in de stilste show? Ik heb de terrortafel vandaag neergezet in dit chique restaurant. Hier nemen Giel, Thomas en Stefan het in stilte op tegen een nieuwe bekende uitdager. En de verliezer zal de ultieme eindstraf moeten ondergaan. Dit keer nemen de jongens het op tegen Sylvana IJsselmuiden. Deze schone presentatrice is de natte droom van menig reaguurder op Dumpert. En ze schopte het dit jaar naar de nummer 1 positie op de FHM 500 vrouwen. Ze heeft niet alleen de looks, maar ook de babbel. Op Autobaan TV raakt ze maar niet uitgepraat over snelle wagens. Weet ze hier wel haar mond te houden? Dag mannen. Hallootjes. Dag dame. Als dit geen topaflevering wordt, dan weet ik het ook niet meer. Kun je een beetje stil zijn? Ik heb er moeite mee. Vind je dat je vroeger zeg maar niet mocht lachen van de docent? Precies wat we vandaag gaan doen. Ja. We zin in? Ah joh, je leeft maar één keer. Kun je tegen pijn? Jawel. Vieze dingen? Met dingen eten heb ik op zich niet zoveel moeite. Gewoon doorslikken, dan ben je er wel. Doorslikken is zeer belangrijk. Zeker. Zeer belangrijk. Ja. Goed, dames. Haha, grappig. Welkom in de stilste show. Vandaag is het decor van jullie uitdaging dit restaurant. Een plek waar je doorgaans wordt geacht in stilte en rust van je eten te genieten. En dat verwacht ik vandaag ook van jullie. Wanneer ik namelijk de strafbel laat klinken, dan worden de decibelmeters die om jullie nek hangen geactiveerd. En wordt ieder geluid geregistreerd. Degene die na 6 knettergekke straffen die ik voor jullie in petto heb het minst stil is gebleven, moet de ultieme eindstraf ondergaan. Die eindstraf die wil je gewoon niet hebben. Nee. Oh, wat kut. Hij of zij zal aan het einde van dit 6 gangen diner worden omgetoverd tot het dessert. Oh. Tot het dessert. Dus we hebben eerst 6 gangen diner en daarna sluiten we af met het toetje. Ja, dan hoop ik dat ze een toetje is. Ik ben niet zo'n grote eter. Yo, ik vind eten dus verschrikkelijk. Ja. Ik ben vroeger een slechte eter geweest en nu krijg ik weer dit. Dit is gewoon... Oh, liever. Shit. Laten we lekker snel beginnen, jongens. Ik kan niet wachten. Ik kan ook niet wachten. Succes allemaal. Succes. Eet smakelijk. Ronde 1 heet In The Mix. In The Mix. Dat is... In The Mix. Nou, dan weet ik, ik voel hem wel aankomen. Het wordt een soort van ranzige cocktail. Een blender. Ja. Ja. Jullie mogen zo dadelijk zelf het eerste gerecht samenstellen. De terrortrein bepaalt ook vandaag wie er welke straf moet uitvoeren. Ik heb 4 verschillende items uit het restaurant klaargezet. Kies je favoriete item en draai deze op mijn teken om. Top. Oké. Jongens, even voor de duidelijkheid. Het bordje gereserveerd is gereserveerd voor mij. Mag je pakken, Phil? Ja, gereserveerd is gereserveerd voor mij. Ik heb het wit voor jou. Hij was gereserveerd voor mij! Steve, oké. Ja, nu maakt het niet meer uit. Oké. Ik pak wel de snijplank. Sylvana heeft het verkeerde item gekozen en moet nu het allereerste onderdeel op mijn menu ondergaan. De overige spelers mogen kiezen welke ingrediënten Sylvana in de mix mag gooien. Holy shit. Holy shit. Wat een beest ben jij. Die trok hem helemaal op. Hoe goor was dit? Ah, fucking vies. Oh. Wat een strijder, hè? Ongekend. Ik zie nu al op als ik moet poepen, weet je, dat zo heet is. Was het heet? Ja, fucking heet. Die door jou, die fucking... Sambal. Applaus. Ja. Diepe buiging.
De Mexicaan. De Mexicaan. De Mexicaan. De Mexicaan. Ik ben naar Mexico gekomen. Het land van samba en salsa. Ik heb tekst niet. Om te bepalen wie de Mexicaanse specialiteiten van onze chef moet ondergaan, heb ik op de terrortrein 4 lekkere muffins klaargezet. Die moeten jullie op mijn teken even opeten. Om erachter te komen wie er dadelijk de lul is. Lekker cupcakeje. I love cupcakejes. Oh. Je moet er eentje pakken. De muffin met tabasco heeft bepaald dat Giel moet gaan fungeren als menselijke nachos dip. Bij gebrek aan een schaal wordt deze maaltijd opgediend in zijn sombrero. Giel, nu ben je echt een lekker ding, man. Ja, weet je, ik ben erachter gekomen dat ik haartransplantatie helemaal niet nodig heb. Nee. Zal ik hem eens afzetten? Dus ja. Kijk hoe dat eruit ziet. Ik denk dat het heel grappig is. Oh my god. Kijk, je gaat er niet mee. Ik vertrouw het niet. Ik had echt het gevoel dat ik in Mexico was. Ja, ja man. Ja, ik ook. Hij is toch nog op vakantie geweest dit jaar. Ja. Overdatum. Ah, Gert, verdomme. Oh, maar daar kan je echt ziek voor worden. Producten gaan eten die overdatum gaan. Ja, daar kun je echt ziek voor worden. Oh, shit. Wat is de opdracht, voice-over? Nou, zal ik dat eens vertellen? In de keuken is er een heleboel eten overdatum geraakt. Willen twee van jullie dit even weggooien, alsjeblieft? Of het weg willen gooien? Oh, twee. Oh, tuintjes. Ik heb 4 shotjes klaargezet. Dankjewel, schat. Waarvan 2 iets minder lekker. Kies verstandig. Giels, het is een saboekaatje. Het is een lekker saboekaatje. Het is gewoon een lekkere saboekaatje. We doen gewoon net of het een lekker saboekaatje is. Ja, we doen lekker of het een saboekaatje. Ja, even lekker saboekaatje. Oh, lekker saboekaatje. Oh, lekker saboekaatje. Er is een hoop eten over de datum geraakt. En dat ligt nu flink te rotten in deze emmers. Aan Stefan en Sylvana de taak om dit eten even snel weg te gooien in onze menselijke vuilnisbakken. Zo goor. Oh, dit is zo vies. Kijk wat hij onder zijn ogen heeft hier. Wat zit er onder mijn ogen? Je zit een soort van schubben heb jij onder je. Nee, kijk eens. Dit is zo erg. Heel was wel aardig stil, vond ik. Ja? Ja. Echt vallen hoor. Aardig een beetje naar luchthappen af en toe. Even opfrissen en dan weer aan tafel. Ja. Nou,
Jullie ruiken weer lekker, mannen. Nou, schat, ik zag er net ook heel lekker uit. Ja. Ik ben wel blij dat we even mochten douchen. Ja, want deze geur was echt intens. Ik ruik het persoonlijk nog steeds. Oké, jongens, ronde 4, verstopping. Nou, ik zit al jaren verstopping. Dicht. Dus, zit je jaren dicht? Ik zit al jaren helemaal verstopt, joh. Ja, het is het toilet wat compleet is verstopt. Of de volgende speler hier even bij wil helpen. Even wil helpen. I'm out. Oh, wat goor. Nee, ik kan niet weg. Maar ik heb ook dit keer een voordeeltje voor degene die de afgelopen rondes het minst stil is geweest. En er dus het slechtste voor staat. Hij of zij mag aanwijzen wie er deze straf de lul is. Kies verstandig, want anders word je straks omgetoverd tot het toetje. Wie is van ons het minst stil geweest? Ja. Nou, vertel het maar. De speler die de afgelopen 3 rondes het minst stil is geweest, is Thomas. Wat? Ja. Shit. Toch wel? Wow, jij hebt het meest. Ik loop weer het meest lawaai te maken hier. Ah, fijn. Ik mag nu iemand kiezen die de volgende straf mag gaan doen: de verstopping. Steven heeft nog niks gedaan. Ik ben er niet. Deze is voor Steven. Fuck ja! Shit. Het toilet van dit restaurant is na de vele sanitaire stops compleet verstopt geraakt. Gelukkig is Stefan zojuist aangewezen om dit te verhelpen. Fuck joh. Gadverdamme, goh. Ik wil een handdoekje. Yes, please. Oh, lief, met respect. Was het vies? Ja. Gast, er zat poep en pis in. Ja, dit was. Kom je mijn drolletje nog tegen? Ja, ja, het drolletje had ik vol in mijn handje. Maar die geur, gast. Ik denk dat dit ook het echt allerranste is dat we ooit hebben gedaan. Dit is echt dieptepunt in de carrière van stuk. Ik zou heel even je handen echt heel goed gaan wassen. En je ringen niet vergeten. I'm fucking out of here, man. Terrorbad. Lekker koud. Ja. In ronde 5 mag de speler altijd lekker plaatsnemen in het terrorbad. En vandaag is deze heerlijke rustgevende badkuip gevuld met bourguignon. En daar gaan we lekker soepje van maken. Ik ben al toe aan een lekker warm soepje. Het is nu al goed soep. Met onze bijwoord goed soep met ballen. Ja, met ballen. Waarschijnlijk is deze soep gewoon ijs en ijskoud. Dat is het probleem. Dat is sowieso. Okay. Er is alleen wel zojuist een krokodil uit het terrorbad ontsnapt. Degene die hiervan verliest, die mag hem zo meteen terugbrengen naar zijn badkuip. Ik heb het gevoel dat het bij jou afgaat. Nu. I'm so fucked. Yes. Ja! Wat is dit kut? Kijk, dit vinden de reaguurders vast leuk. Sylvana moet plaatsnemen in het terrorbad. En dit mag er dan wel uitzien als een lekker soepje. Het water is ijskoud. En Sylvana mag het bad pas verlaten wanneer de soep volledig op smaak is gebracht. Ik had Giel helemaal nat gespet als ik jou was. Hij liep jou zo te fucken. Hij moest toch op smaak komen? Moet je goed roeren? Nou, er zat genoeg smaak in, hoor. Je moest eruit. Het was meteen een heel pittig soepje, hoor. Dat was een heel pittig soepje, ja. Ja, wel de lekkerste soep die ik in tijden heb gezien, hoor. Ja, dat is zeker waar.
Dat is het lekkerste ingrediënt van de dag. Ja, groentesoepje van me. Boys. Lekker. Ja, heerlijk soepje. Ja, smaakt goed. Ja. Ja. We gaan naar de laatste ronde, jongens. Ronde nummer 6. Nee. Diergangen. Diergangen diner. Diergangen. I eat pussy for breakfast, bitch. Ja, jij wel. Ja. Jij ook, bedankt. Nou, jullie zitten al zo lang in dit restaurant. Jullie zullen inmiddels wel honger hebben. Jullie hebben allemaal een menukaart met daarin 50 gerechten gekregen. Kies allemaal een item op deze kaart. De chef heeft al een gerecht uitgekozen. Die staat in het menu op het midden van de tafel. Degene die het verst van het juiste getal op de menukaart zit, is de lul. Kijk, een nummertje 43 is een lekker amarettootje, zie ik hier. Ik zou je voor je gelukscijfer gaan. Michiel, nummer 41 is Sambuca. Oké. Okay. Jullie zijn er al. Ik heb hem opgeschreven. Dat wordt bij mij echt een grof. Daar is ik. Deze straf is heel simpel. Giel mag beginnen aan een heerlijk diergangen diner. Allereerst een amuse. Dit was een amuse. Dit is krekels, toch? Maar wat is dit? Of dit valt volgens mij wel mee. Ja, maar er volgen nog twee gangen. Giel, jij hebt je amuse al gehad. En dan mag jij bepalen wie het voorgerecht krijgt. Wat? Yes. Er een nagerecht bij. Oh, daarom krijgen wij een wijntje. Die zag Thomas niet aankomen. En dit voorgerecht had hij misschien liever aan zijn huisdier gegeven. Oh. Jezus Christus, hou dit in. Holy shit! Je ging maar door, ouwe! Respect! Vies! Is het hond of kattenvoer? Dit is echt van die paté. Ja, oh, ja, To, ik ben echt... Ik doe je dit niet na. Die gelei is echt niet zo lekker. Twee van jullie hebben lekker wat te eten gehad. Ah. Het zou zonde zijn als er niemand van de kwaliteiten van de chef zou kunnen genieten. Het hoofdgerecht is dus voor zowel Stefan als Sylvana. Nee, je lult. Je lult. Gelukkig heeft onze kok een neusje voor heerlijke gerechten. Is dit erg? Ik heb één hap genomen. Ik trek dit echt niet.
Maar dit is keihard. Dit is fucking sick. Wat de fuck is dit? Die smaak is heel vies. Is het vies, ja? Ja. Maar dit is gewoon een varkensneus. Dit kan je niet heb eten. Heb jij die geproefd? Dit kan je niet eten. Ja, ik heb een heel klein hapje ervan. Dat is echt fucking hoor. Jullie hebben je allemaal niet even stil weten te houden tijdens deze heerlijke culinaire ervaring. Ik hoop dat jullie ruimte over hebben voor een toetje. Tenminste, één van jullie. Wie is er de afgelopen 6 straffen het minst stil geweest? Hij of zij zal de ultieme eindstraf moeten ondergaan en wordt omgetoverd tot het toetje. Wie denken we wie de eindstraf krijgt? Nou, dat zou ik wel zijn. Ik of Sil, 100%. Wij zijn fucked. Thomas, jij bent het niet. Holy shit. Giel, jij ook niet. Deze vrouw, jongen. Een stukje varkensneus kan me heen. Kan gebeuren. Sylvana, Stefan, degene die het minst stil is geweest en daarmee deze stilste show heeft verloren en de ultieme eindstraf moet ondergaan, is Stefan. Fuck deze shit, ouwe. Oh mijn god. Oh, die arme jongen. Oh, hij heeft al een wc-pot leeg staan halen. Hij heeft al een varkensneus op moeten eten. Nee, I don't want this shit. Fuck dit. Het 6-gangen diner komt tot een einde met een heerlijk dessert. Stefan zal hardhandig worden omgetoverd tot het toetje. Nou, dan sta ik dan in de schietent. Ik ben de klos en ze gaan heel veel shit naar me toe gooien. En er is ook een paintballgeweer, dus ik heb hier niet echt zin in. Ben je klaar voor Steef? Nee, natuurlijk niet. Let op, schrijf mee, want ik deel met liefde dit geheime recept met u. Komt-ie. De basis, heerlijke verse tomaatjes. Voeg daaraan toe een dozijn eieren. Eentje meer of minder, maakt niet uit. Een extra laagje saus. Mag ik nog één keer? Niet te zuinig met de poedersuiker. De basislaag zit erop. Tijd voor de disco dip. Even afblussen met wat chocoladesaus. Limonade. Hagelslag. Voeg naar eigen smaak nog wat extra saus toe. En nog een laagje poedersuiker. De mond is open. Tijd voor de kers op de taart. Maar deze moet wel goed diep worden aangebracht. Het toetje kan worden opgediend. Stefan heeft deze stilste show verloren. Maar ik heb voor de volgende aflevering weer 6 heerlijke nieuwe straffen voorbereid. Zal er dan minder geluid worden gemaakt? Dat zie je volgende keer. Kijk productie, handdoeken, water en jabio.